Gezonde dag. Wat leuk dat je ook in 2021 weer kijkt naar de Mensisminuut. Ik heb zojuist met Diana Veldman van de Patiëntenfederatie Nederland een filmpje opgenomen. Waarover eigenlijk? Het ging over preventie en over hoe belangrijk het is dat ook mensen die een ziekte hebben toch gestimuleerd worden om gezond te eten, te bewegen, goed te slapen. En dat wij als Patiëntenfederatie daarom dit onderwerp iets vinden waar veel meer aan moet gebeuren. Wordt vervolgd dus. En als je nou meer positief gezondheidsnieuws wil lezen, voeg dan even de linkjes die hieronder staan. Of kijk bijvoorbeeld even op zorgvisie.nl, waar net een mooi artikel is verschenen over de start van het KAVO-model in de Achterhoek. Het KAVO-model is een methode om investeren in gezondheid echt te laten lonen. Ik hoop jou weer terug te zien bij de volgende Mensisminuut. Doeg!